oude emmers. Hebben jullie zin in filosofie? Ja! Yeah! In filosofische debatten over de zin van het leven. Ja! Yeah! Nou, dat komt hartstikke mooi uit, want wij hebben hier twee toppers van de filosofie. De twee grootste denkers van deze eeuw. En ze wonen gewoon hier in Nederland. Yeah! En de eerste is, kom er maar bij, Descartes. Hallo, ja, fantastisch. Descartes, grondlegger van de moderne filosofie. Hij is geboren in Frankrijk en zal sterven in Zweden. Maar hij woont en werkt gewoon bij ons in Nederland. Wauw, fantastisch. Ja. Eigenlijk is hij een beetje van ons, nietwaar? Goed, Descartes, jouw filosofie in één zin? Ik denk, dus ik ben. Huh? Mijn denken is uniek. Wauw, ik denk, dus ik ben. Echt fantastisch. Dat klinkt als een reclameleus. Vinden we hem goed? Ja, yeah, we vinden hem goed. De andere filosoof, en kom er maar bij, dat is Spinoza. Hi Spinoza, ontzettend leuk dat je er bent. Jij bent zoon van Portugees-Joodse ouders die gevlucht waren voor de verdrukkingen. Nou ja, ik zou bijna zeggen, gelukkig maar, want anders hadden wij jou niet gehad. Spinoza, jouw filosofie in één zin. Als ik het niet zie, dan geloof ik het niet. Die is heel diep. Als ik het niet zie, dan geloof ik het niet. Als ik het niet zie, dan geloof ik het niet. Het rijmt ook een beetje. Als ik het niet zie, dan geloof ik het niet. En dan met een T. Ja. Oké, genoeg gekletst, mannen. Het is tijd voor de battle. De keiharde wedstrijd tussen de twee topfilosofen. Yeah! Filosofie. Neem de posities in, heren. 3, 2, 1. En go, 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 go. Oeh, en kijk, ze gaan. Ja, oh, Spinoza gaat winnen. Ja, go Spinoza, go Spinoza. Nee, Descartes komt gewoon keihard terug. Oeh, bijna raak. Dit is heel spannend. Ik denk, dus ik ben. Als ik het niet zie, dan geloof ik het niet. Kijk, ze vechten, maar ze zijn precies even sterk. Of niet, de tijd is al bijna om. Dames en heren, we gaan nu aftellen. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0. En de bel en ze eindigen precies gelijk. Dit is echt waanzinnig. Dit is echt nog nooit gebeurd. Niemand wint en niemand verliest, dames en heren. De grote winnaar is eigenlijk de filosofie. Daar sluit ik me volledig bij aan. Ja, en kijk, ze is zitten, die twee kanjers van de filosofie. Dames en heren, dit was weer de battle! Yeah. Zeg, heb jij eigenlijk een filosofie? Ja, ik eet, dus ik ben.